Daar is het. Goedemiddag. Van de week een vraag ontvangen van Luca over haar kat Sushi. Ook weer een hele goede vraag. Is Sushi te dik? Nou, ben benieuwd. We gaan kijken of ze thuis is. Volgens mij woont ze hier op nummer 108. Dus kom mee. Hallo. Hey, Mark Dierarts. Hallo, jij bent Luca zijn. Ja. Ik heb een vraag voor jou ontvangen, klopt dat? Ja. Echt een superleuke vraag. Is Sushi te dik? Nou, ik wil hem graag gaan beantwoorden. Oké, kom maar binnen. Dankjewel. Nou, bedankt dat ik bij je thuis mag komen. Je hebt van de week een vraag opgestuurd. Waarom is Sushi te dik? Of is Sushi te dik? Moet ik misschien goed zeggen. En dit is Sushi? Ja. Oké, waarom heb je die vraag gesteld? Nou, ik heb twee poezen. Ja. Dit is Sushi, die eet de hele dag door. Dus toen dacht ik van, is Sushi te dik? Echt een hele goede, verstandige vraag. Oké. Is Sushi te dik? Echt een hele goede vraag. In Nederland hebben we op dit moment ongeveer 2,6 miljoen katten. Dat is echt heel veel. 20 tot 25% van de katten is te dik. En te dik wil zeggen meer dan 20% te zwaar. De gemiddelde kat in Nederland weegt ongeveer 4 kilo. En ze spreken van overgewicht als een kat meer dan 20% te zwaar is. Nou, ik heb mijn weegschaaltje bij me. En dan kun je hier zien wat ze weegt. Nou, de gemiddelde kat weegt dus 4 kilo in Nederland. Ik ben benieuwd wat zij weegt. Heb ik een Sushi blijven staan? Wat zie jij? 5,7 kilo. Ja, dus 5,7 kilo. 5,7 kilo. Nou, ik zal Sushi even vasthouden. 5,7 kilo. Ze zeggen dus 20% boven het gewicht van 4 kilo is te zwaar. Wat denk je dat ze te zwaar is of niet? Wat denk je? Ja. Ja, ze is absoluut te zwaar. Ik zal het even wegzetten. Ik kan zo lekker rondlopen. Oké, Luca. Dus we hebben net eens Sushi gewogen. Hoeveel was ze ook alweer? 5,7 kilo. En nou, je hebt het gezien, hè? Veel te zwaar. Ja. Ja, daar zijn we het over eens. Er zijn een paar belangrijke redenen waarom katten te zwaar worden. Eén ervan is te weinig bewegen. En tweede ervan is te veel eten. Mm-hmm. En wat doet Sushi heel graag? Eten en slapen. Eten en slapen, dus weinig bewegen voor eten. Nou, als wij dat doen, worden wij ook te zwaar. Dus een paar tips, want ze moet echt wel gaan afvallen. Want vollere, dikkere katten hebben meer kans op suikerziekte. En ze worden bijvoorbeeld ook minder oud. En ze krijgen meer last van hun gewrichten. Dus het is wel echt verstandig om te laten afvallen. Een paar tips zijn, eten afwegen. Ja. Dus gewoon op de achterkant van de zak voer kijken hoeveel eten ze mag hebben. En dat ga je gewoon geven. Niet meer dan dat. Want katten blijven maar door eten. En ik denk dat Sushi daar één van is. Ja. Nummer twee is, eten niet in een bakje doen. Maar spelen met eten. Je hebt kattenspeeltjes waar je eten in kunt verstoppen. Zodat ze eten gaan lopen zoeken. Dus dan zijn ze bezig met zoeken. En dan moeten ze nadenken. En dan zijn ze ermee bezig. Waardoor ze ook calorieën verbranden. En dus niet meer zo snel eten. Mm-hmm. En hoe langzamer ze eten, hoe beter de vertering. Ja. En het is misschien wel verstandig om haar meer te laten bewegen. Dus af en toe met haar spelen, met bijvoorbeeld een kattenlampje, zo'n laserlampje, met balletjes of met speelgoed, is heel verstandig. Meer bewegen. Ja. Oké. Heb je wat aan mijn antwoord? Ja. Daar heb je wat aan. En denk je dat het gaat lukken om haar te laten afvallen? Ja. Goed zo. Nou, ik ben super blij. Bedankt voor je vraag. En nou, dan hou me gewoon op de hoogte of ze gaat afvallen. Zo, dit was de vraag van Luca over Sushi, of Sushi te dik is. Heeft hij nou ook zo'n leuke, originele en intelligente vraag? Stuur hem dan naar onderstaand e-mailadres. En wie weet beantwoordt u uw vraag volgende week.